Ik ben Koen en ik ga voor Colruyt Group Academy op zoek naar de oorsprong van hun verse producten en de weg die ze afleggen van het veld tot op je bord. Vandaag sta ik hier in Spa. En we gaan hier een keer zoeken naar de bron van Spa en de weg dat water aflegt van de bron tot in uw glas. Bonjour, excusez-moi, madame. Oui. En fait, je suis à la recherche de la source de Spa. La source de Spa? Nee. Il n'y a pas qu'une source, il y en a vraiment partout autour de nous. Oui, dans les hauteurs de Spa. À vous, Clément. Ah, daar is nog een wandelaar. De bron van Spa gaan we zo niet vinden. Bovengronds is er zeker geen bron. We zijn er in de Hoge Venen, op het hoogste punt. En eigenlijk, als je rondom je kijkt, alles ondergronds is de bron. Merk wel dat je op de hoogte bent. Ja, dus toevallig, ik ben eigenlijk van de firma Spadel. Spadel is een Belgische familieonderneming. En wij bottelen natuurlijk minerale water. Maar ik ging eigenlijk net iets eten. Als je wilt, lunch het even mee. Ah ja, graag. Dat is ook wel schoon. Ze ziet gewoon. De bron is gewoon heel dit gebied. Dat is niet dat er onder de grond enorme zwembaden liggen. Hè. Zo is dat niet. Beeld je in dat je dat in twee snijdt en dat je zo rot ziet. En je hebt allemaal heel kleine, fijne adertjes eigenlijk, waar het water dan doorkomt. Ja. Kan dat ooit opgeraken? We zeggen altijd, de bronnen mogen niet uitgeput raken voor de generaties van morgen. Ik merk zo enorm veel fierheid over de streek. Hè. Kan dat? Ja, het is een prachtige streek. Ze geven ons enorme rijkdom en heel mooie producten. Dat is eigenlijk vandaag een trend, hè, lokaal eten. Maar voor ons is het eigenlijk ook belangrijk om lokaal te drinken. Want waarom zouden we het altijd zo heel ver gaan zoeken? Wij gaan ook niet onze waters heel ver exporteren. Ja. Omdat we ook vinden dat niet past. Ik hoor heel veel zaken terugkomen of elementen van duurzaamheid, milieu. Ja, dat is een hele grote prioriteit binnen Spadel. Hè. Zo zijn we bijvoorbeeld als eerste in Europa CO2-neutraal van de bron tot de fles. We zijn bijvoorbeeld ook constant aan het kijken naar hoe dat we de verpakkingen kunnen optimaliseren. Sophie, dikke merci voor mooi verhaal. Nu zou ik letterlijk de weg van het water van hier tot in Spa, tot in mijn glas willen volgen. Waar begin ik best? Goh. Dan kan je misschien beter even aan de toren gaan, hier een beetje verderop. Mm-hmm. En met een beetje geluk loopt mijn collega Charlotte daar rond. Charlotte? Charlotte. En zij gaat jou nog een beetje verder uitleg kunnen geven als je wil. Ah, oh, super. Merci. Hey, jij bent cool. Ah, jij weet dat al? Ja, Sophie heeft mij gebeld. Ah, super. Tof. Dus jij bent Charlotte? Voilà, ik ben Charlotte. En jij wilt mij nog wat helpen met de weg die het water aflegt? De beste manier om dat te ontdekken, om dat te begrijpen, is dat we even naar boven gaan. Dan gaan we dat doen. Super. Dan zijn we weg. Deze regio is eigenlijk de filter van het water van Spa. Zuiver water uit de lucht komt op de fanjes terecht en wordt door de fanjes gefilterd. Het duurt ongeveer 6 jaar. Waar het water dus gezuiverd wordt. Er worden mineralen aan toegevoegd, op een natuurlijke manier. En dan ontspringt het water terug aan de bron in zijn zuiverste vorm. Okay. En het is aan die ontspringing, dus op dat moment eigenlijk, dat wij het water gaan botten. En het is superbelangrijk dat wij zorgen dat hier zo zuiver mogelijk blijft. Hier wordt bijvoorbeeld in de winter niet gestrooid. Hier wordt met zand gewerkt. Hier wordt niet aan zware landbouw gedaan. Er is ook geen industrie. Dus wij hebben ook een programma met bijen. Om na te kijken, om te controleren dat de natuur hier effectief zuiver is. Dankzij de honing kunnen we dat controleren. Ik heb je dat hier nu allemaal laten zien, maar daarmee heb je nog niet het volle traject van het water gezien. Ja. Dus ik stel voor dat we nu naar de bron gaan, daar waar het water ontspringt, de bron van Géronster. We volgen het water tot daar en daar kunnen we het echt proeven hoe dat het eruit de bron komt. Fantastisch. Charlotte, kom. Het bronnetje. Het bronnetje, dit is het puurste dat je het kunt hebben. Okay. Dit is het water dat dus effectief gefilterd is van aan de toren daar straks. Tot hier. Water van 5 jaar geleden. En je kunt het ook gewoon proeven. Hop. Dat gaan we doen. Kom. Kom.
Speciaal. Ja. En dat speciaal, dat is het ijzer. Het water bevat heel veel ijzer, het water van Spar. Dat halen we eruit. Maar voor de rest, zuiverder dan dit gaat het fruit in. Rechtstreeks van waar we komen, aan de toren, door de grond. Van in de bron, ook in ons glas. Top. Een pieke slaag.